Transformatie GMD naar Delfstof Instituut ingezet. Het proces tot de transformatie van de Geologische Mijnbouwkundige Dienst, GMD, naar het Delfstoffen Instituut is ingezet. Met de transformatie wordt er een bijdrage geleverd dat de regelgeving van de Surinaamse mijnbouwsector meer in overeenstemming komt met de richtlijnen van de Extractieve Industry Transparency Initiative, waar Suriname sedert 2017 deel van uitmaakt. In de grote vergaderzaal van het Ministerie van Natuurlijke Hulpbronnen, NH, waar het transformatieproces werd ingezet, zei NH-directeur Dave Abeleven tegenover het Nationaal Informatieinstituut dat de richtlijnen van het EITI ook bedoeld zijn om een beter management van onze mijnbouwsector te bewerkstelligen. Het vervolg van dit bericht kunt u lezen op www.deboodschap.today. www.deboodschap.today.